Zo, best veel lichten. Wij gaan de Ford showroom in. Ja, gaan we inlopen. Kom. Ja. En wat natuurlijk wel grappig is, om dan even binnen na te denken over de waarde van alle auto's die hier binnen staan verder. Er zit een Edge van Kuga. Edge, denk ik. Mondeo. Ik denk dat de waarde van al die auto's die je hier ziet niet boven de 6,5 ton gaat uitkomen. Oftewel, voor de prijs van die Ford GT die we zo meteen gaan zien, kan je ook alle andere Fords in deze showroom kopen. Inclusief deze Mustang. Rare gedachte, hè? Wel heel gaaf dat er überhaupt één in Nederland komt natuurlijk. Jeroen van den Berg, Homeless Guy, ik ken hem natuurlijk. Hij heeft allemaal gaaf auto's. Hij koopt deze auto met een bekende DJ. Hi Nick. Airfoot Jack, inderdaad. Tenminste, die aanname doen dan maar even. Gaat straks even onthuld worden. Wat wel grappig was, dat die hele gave vrachtwagen, zeg maar echt helemaal voorassen kon omhoog, zodat ze maar een lekker schuine afloop hadden om die auto eraf te rijden. Want ja, Ford GT is wel echt een supercar. Dus dat betekent dat je, dat je niet even, zeg maar, even een verkeersdrempeltje kan nemen. En ook niet op een normale trailer van een auto makkelijk vervoert. Maar goed, genoeg gelul en mijn gezicht in beeld. Doek zit nu nog op die auto, gaat er zo meteen af als Jeroen er is. En dan moet hij nog even pinnen en dat soort dingen. Handtekeningen zitten. En hij gaat gewoon op Nederlandse platen. Dus dat is wel gaaf. Ik wil even uitleggen. Oh, er staat nog een fotograaf. Ik boost het blokje, jongens. Bizar ver voorin, overigens. En dan hebben we nog bagage ruimte. Ik zal even mijn cameratasje daarin te demonstreren. Kijk, nu is die vol, zo ongeveer. Zeg maar alleen met je vriendin op vakantie gaan als het aan kan om heel weinig aan te hebben. Dat is belangrijke info voor een supercar-eigenaar, is hoe je de druppellader aan de accu hangt. Want die auto rijdt natuurlijk niet heel veel. We gaan toch even vragen aan Jeroen of hij er een beetje in gaat rijden. En dan kunnen we altijd ook de vervolgvraag stellen. En zouden wij dan misschien ook een keer mee kunnen rijden? Ik heb geen idee. Geen idee of dit stuk en een beetje investeringsobject. Ook wel zo'n auto natuurlijk. Maar meneer Van den Berg is ook de lulligste. Hij rijdt wel met dit soort auto's ook over het algemeen. Dus dat is best spannend. Ondertussen gaat de monteur de gele plaat erop monteren. Kijk, daar gaat hij gewoon. Metalen platen voor. Jullie hebben net gezien dat daar, het leek een beetje raar niet afgewerkt. Maar dat kwam omdat de kentekenplaat er nog op moest. Het is wel, weet je, als ik er weer bij sta, vooral even zeg maar niet in een beurssetting, is het misschien nog wel een indrukwekkender auto. Hij staat hier tussen de normale Fords. Ik vind op een beurs verdrinkt zo'n auto ook als wel een beetje tussen al het andere nieuws. Maar nu, weet je, je moet ook echt lang wachten voordat zeg maar, er verder actie is. Dus dan gaan we er meer naar kijken. En er vallen wel een aantal dingen op. Hè. Dus, en dit is natuurlijk echt een bijzondere auto. Qua motorblok natuurlijk, kan je daar discussie over hebben of we daar blij mee moeten zijn dat er geen V8 meer in zit, maar een V6 met turbo's. He, die 3,5 liter V6, EcoBoost motor, even zeg maar grofweg specs, 650 pk, 750 Nm, topsnelheid, 348 geloof ik, officieel 350 km per uur zeg maar even. Wel 100, weet ik eigenlijk niet. Misschien heeft Ford dat wel helemaal niet zo heel goed gecommuniceerd. Maar ik denk dat je dan toch gewoon 3 seconden net daaronder zou moeten zitten. En het is wel gewoon bijzondere techniek. Zeg maar, met die vleugeldeuren, de carbon. Het is een lichte auto, zeker voor deze klasse. Hè. Dus zeg maar nog onder de 1400 kilogram. En ja, om je een beetje het idee te geven, dat is bijvoorbeeld ook Ferrari 488. Ook een beetje zeg maar dat soort prijzen. Want dan staat een andere meneer ook wat er te vertellen. Maar dit is natuurlijk wel zeg maar maatje groter, een maatje krachtiger. Hè? Dus wat dat betreft natuurlijk gewoon veel sneller. En dan heeft dat natuurlijk ook gewoon meer gewicht. Echt wel heel erg alles rondom de techniek. Hè? Kijk hier, radiator voor in. Je ziet hier de ventilatoren, die liggen wat platter. Dat je wel gewoon grote uitstroomopeningen hebt voor die koeling. Natuurlijk heel belangrijk. Even wat vertellen over hoe donker, hè? Ik ben donker, ja. Het even licht hier een beetje. Misschien film ik dan liever toch gewoon even deze details. Kijk, hier
gaat lucht erin naar de turbo en die komt dan weer terug via de intercooler. Nou ja, dan gaat die naar buiten. Maar waar die naar buiten gaat, dat is echt bijzonder. Want dit is niet hier, dit is natuurlijk gewoon echt een ding wat je gewoon doorheen kan kijken. Maar hier, door het achterlicht. Daar komt dus zeg maar die lucht uiteindelijk uit. Ja, en die uitlaat centraal wordt gemonteerd. Vind ik wel echt, het is wel echt dik. Op een normalere plek, zeg maar, zo'n auto verder bestuderen geeft wel eigenlijk nog meer cachet. Weet je, kijk nou even, zeg maar even van boven ook, wat voor een soort vleugelvorm deze auto heeft. Zeg maar hier deze ducts waar die lucht doorheen komt, aan de andere kant ook, dat blok mooi in het midden ligt. Die deur ook, jongens, kijk nou even hoe breed dit is, hè. Je zit wel echt wel ver naar binnen in zijn auto. Als je ooit in een Ford GT mee kan rijden, dames, pas dan een beetje op, want Jeroens hand ligt gewoon zeg maar op je knie. En dat doet hij dan niet eens expres. Jeroen? Ja, ja. Dat is een camera. Dit is je eerste Ford? Ja, ik heb nooit Ford gehad. Nee, hè? Ja, mijn moeder had een Ford Fiesta. Ja, echt? En dan moest ik 15 cent per kilometer betalen aan mijn vader, die maakte winst erop. Dat is ook niet voldoende. Ja, dus nee, dat is de goede leerschool. Ja, dus je hebt eigenlijk met jouw moeder heeft jou de handel geleerd, jouw vader. Ja, dat heeft hij zeker gedaan, ja, absoluut. Ja. Hey, hoe hebberig word je van zo'n Ford GT? Want ik vond het best bijzonder van dat jij er een hebt. Ja, ja. Ik ook, ja. 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 Ik snap ze helemaal niks van. Nee, ik kreeg een belletje dat ze hem hadden. En, Ja. Ja, heel lang wachten, heel raar aankoopproces. Ik kreeg een grote doos opgestuurd met allemaal kleurtjes erin. Ja. En dan gingen ze in mijn computer inloggen en dat veranderde dan. Er zat daar iemand mijn auto te configureren. Ik heb een brief gehad van Henry Ford Jr. Ik heb mensen uit Amerika gesproken en zo. Heel veel gedoe. Ineens kreeg ik een belletje, hij is er. Hij is er, hij is klaar. Moet je betalen en dan moet ik ophalen. Ja, leuk. En je koopt hem samen toch met Nick? Nick, dus ja. Dus een beetje publiek geheim. Nou ja, met een ene Nick. ene Nick. Ja. Die een beetje muziek doet. Maatje van jou natuurlijk, maar ben jij een beetje zijn auto-pimp? Nee, we doen het zelf, maar we kopen wel eens samen auto's. Ja. Ik bedoel, ik ben veel weg, hij is veel weg. Ja. Dan kun je het beetje delen, dat is gezellig. Ja. Ik ben ook veel weg en ik heb ook weer. Hé, maar dan krijg jij mijn sleutels en dan. Ja, dat is zo. Leuk. Maar ga er echt in rijden? Nu gelijk, hapsakee. Ja? Ja, je hoort me aankomen zo. Ram. Amsterdam in. Rang, zo die gracht op. Ja. Denk je dan een van de weinige bent die dan gewoon echt zo'n auto gewoon meteen gaat gebruiken? Zo bijzonder toch? Dit zijn ook wel collectors items die de kelder in verdwijnen. Ja, nee, dat doe ik niet. Nee, ik heb wel auto's ook die ik niet rijd, maar dat is eigenlijk zonde. En dit is gewoon tof. Ik ga hier ook niet op afschrijven of zo. Dus er wordt alleen meer waard. Dat is ook heel prachtig, dus waarom niet? Ja. Nou, geniet ervan. Ik ga het doen. Dus als je iemand nodig hebt om erin te rijden, dan... Om hem warm te houden, ja, is goed. Jeroen filmt zijn eigen auto. Wij zitten dus niet zelf in, hè? Maar ja, door die deur zou ik ook niet zelf naar buiten willen rijden. Hij is ook zo naar binnen gekomen. Gaat goed, jongens. Nou, wel even gas erop dan dat je niet hoeft te steken. Oh, het gaat echt allemaal net. Moment. In één keer over. Zoek je dat? Ja, soepelt. Dat gaat goed. Nou, erin en eruit. Dat is de tweede. Het wordt niet gefilmd of zo hoor. Jeroen, maakt allemaal niks uit. Ja, dat heb je ook. Moet je een rok aan hebben? Passie.